Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heiman Ongerijmd, Rosette en Het Colofon. In 2003 verscheen De Stille Slag, een boek over Joodse Arnhemmers tussen 1933 en 1945, geschreven door Margot Klein. Ik mag er een stuk uit voorlezen. Van 1918 tot 1941 is opperrabijn Joël Vredenburg het middelpunt van Joods religieus Gelderland. Uit zijn correspondentie blijkt dat velen hem weten te vinden wanneer ze hem nodig hebben. Een enkeling vraagt om een stemadvies wanneer de verkiezingen in aantocht zijn. En een steeds terugkerende vraag is of Koosje Slachten geen grotere dierenkwellerij is dan gewoon slachten. In het eerste geval adviseert hij de vragensteller voorzichtig om toch vooral op een democratische partij te stemmen. En in het tweede geval wordt uitgelegd hoe Koosje Slachten in zijn werk gaat. En dat wanneer het goed gaat, het lijden van de dieren praktisch is uitgesloten. Een zekere Bernard Presser meldt dat er herhalingsoefeningen in Harderwijk zijn en vraagt of de Joodse militairen niet bezocht kunnen worden. De andersdenkenden krijgen ook bezoek van hun voorgangers, schrijft Presser verontwaardigd. In de marge van de brief verwijst opperrabijn Vredenburg naar het Amsterdamse rabbinaat en vroeg er wat kregelig aan toe dat Joden nu eenmaal geen legerpredikant hebben. De meeste vragen worden gesteld over de spijswetten. Er kan onzekerheid bestaan over de betrouwbaarheid van levensmiddelen of winkeliers. Mevrouw Levison stelt jaarlijks de vraag of bakker Prins op de Wielakkerstraat, slager Salomons op de Bakkerstraat en Hiegenlich, kruidenier op de Koningsstraat, nog wel onder zijn rabbinaal toezicht staan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heiman Ongerijmd, Rosette en Het Colofon.